hem voor een weekend. Ik zoek even een, ondertussen een leuk muziekje. Bam, doe dat. Dan gaan we even door, want het is natuurlijk nog steeds het carnavalsweekend, ondanks dat het niet echt carnaval is. Dus we gaan wel een beetje naar carnaval toe weer. Straks, misschien wel goed om alvast te weten, hebben we een heel leuk carnavalsquizje. Dat is een soort paardensprong. Ja. Nou, heeft de ervaring mij inmiddels geleerd dat het begrip paardensprong niet zo algemeen bekend is als ik dacht? Nee, ik zat aan de kamelenrace te denken toen ik dat voor het eerst dat zag staan. Dat is leuk. Paardensprong is een soort puzzel. Als je het niet kent, google het even, daar heb je nog wel de tijd voor. Zorg dat je even een soort van leeg paardensprong tabelletje klaarzet. Ja. Ja. Pak pen en papier als je naar ons kijkt. Dit is zeg maar een paardensprong. Het is een vierkantje met 9 vakjes erin. Verdeeld 3 rijen en 3 kolommen. De middelste vakje is dan leeg. En daaromheen komen allemaal letters straks te staan. Ja. Hoe we dat gaan doen, leg je straks uit. Maar pak vast pen en papier erbij. En maak alvast zo'n lege paardensprong. En dan ben je op en top voorbereid. En dan gaan we nu eerst ook naar carnavalsmuziek. We gaan weer naar het vaste item, het zonnetje. En dan denk je, het zonnetje, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar dat is discografie, maar dan heb ik een nieuwe naam eraan gegeven. Wel iets vrolijk. Ja, discografie was eigenlijk meer een werktitel. Gewoon elke week lichten we dan een artiest. Te veel bier op nu al. Elke week belichten we een artiest, zijn of haar carrière. Belichten we even kijken wat er allemaal gebeurd is en zo. En ik denk, ik ga dat het zonnetje noemen, want ze zetten eigenlijk iemand in het zonnetje. Zeker, ja. Bij deze. En omdat het carnaval is, heb ik gekozen voor een van mijn favoriete carnavalsartiesten op dit moment. En dat is Rob Jansen. Rob Jansen. En ik zeg Rob Jansen, jullie zullen hem beter kennen als Lamme Frans. De Lamme Frans. De geweldige Lamme Frans. Maar hij heeft natuurlijk ook door de jaren heen vooral meer carnavalsnamen gehad. En daarom ga ik Rob Jansen in het zonnetje zetten als carnavalspersoon. Ja. En dan gaan we even kijken wat hij allemaal gemaakt heeft door de jaren heen. Dat is heel veel. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst iets van hem hoorde. Ik dacht van, oh, dit is top. Ja. Toen was het nog een andere naam. Dus hij is al top begonnen, maar hij is ook alleen maar beter geworden eigenlijk. Ja. Even bij het begin beginnen. Rob Jansen is 32 jaar. Oorspronkelijk komt hij uit Beneden-Leeuwen, dus uit onze regio. Dat is ook al hartstikke leuk natuurlijk. Hij is DJ, presentator en zanger. Met DJ bij de radio dan is hij in 2013 begonnen bij Kermis FM. En al snel opgepikt door 3FM, NPO 3FM. En daar is hij vooral bekend van de programma's Partij voor de Vrijdag en Radio op een Broodje. Als presentator heeft hij in 2018 bij SBS6 de dagelijkse quiz Lucky 13 gepresenteerd. En als zanger, daar gaan we nu even uitgebreid bij stilstaan, heeft hij heel veel leuke carnavalsmuziek uitgebracht. En dat begon eigenlijk al in 2010. Toen heeft hij gelijk al de woede van onze eigen burgemeester Hubert Bruls op de nek gehaald. Echt? Ja, oh, dat wist ik niet eens. Hij heeft toen een nummer gemaakt onder de naam Piet van Vliet. Het was een Sinterklaasnummer. Ja. En dat was een parodie op het nummer Zachte G, Harde L. Oh ja, ja, ja. Maar hij heeft ervan gemaakt Zwarte P, Witte L. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat nummer live ten gehoor gebracht op de Waalkade tijdens de intocht van Sinterklaas in Nijmegen. Nee joh! Ja. En burgemeester Bruls die sprak daar schande van. Ja, natuurlijk, Bruls heeft alles schande. Nou, maar eerlijk gezegd, al die kinderen maar dat erbij. Is ook schande. Ik kan me wel voorstellen. Ik heb vanmiddag even een videootje gezien van een optreden. Het was best wel cringe. Het nummer blijft grappig. Luister even mee naar een fragmentje. Ik ben een zwarte P, maar heb een witte L. Heb een witte L, heb een witte L. Ik ben een zwarte P, maar heb een witte L. En als je die niet lust, je moeder lust hem wel. Ik snap Rob wel een beetje. Ja, ik ook. Maar, ik neem het terug. Maar Rob zelf die zegt dat de witte L een referentie is naar de witte chocoladeletter L. Ja, dat is al. Want daar moet meer aandacht voor komen, want die wordt niet goed verkocht. Is dat echt racistisch, dat, hoor. Ja, ja. Hey, ik verzin niks. Nee, dat kan echt niet. Goed. Iets meer dan een jaar na dit nummer, begin 2012, heeft hij een nieuwe naam aangenomen. En toen begon eigenlijk ook officieel zijn carrière als carnavalsartiest. Dat was onder de naam Gerst. Oh ja, ja. En toen heeft hij een parodie gemaakt op Ik Neem Je Mee van Gerst Pardoel. En dat werd Ik Laat Je Thuis in plaats van Ik Neem Je Mee. En die klonk zo. Ik laat je thuis. Achter het fornuis. Ik laat je thuis. Lekker voor de buis. We zijn misschien getrouwd, maar dat maakt me niet. En die maakt muziek, maar het is net waar je van houdt. Ik laat je thuis.
Leuk is ook, hier hoor je de Avrotrosse jingle doorheen verwerkt. Echt? Voor de radio-nerds, ja. Gewoon het doorheen heel random. Nou, jij bent onze radio-nerd. In ieder geval, de naam Gerst, die toen heeft aangenomen, was waarschijnlijk natuurlijk afgeleid van Gerst Bedoel. Maar ook van Gerst, omdat Gerst is het belangrijkste ingrediënt van... Bier! Bier! En bier is ook zijn mascotte, blij biertje. Ja, het is knuffelbier. Knuffelbier, ja. In ieder geval, kort daarna, een jaartje later geloof ik, ja, 2013, toen had hij weer een nieuwe naam. En dat was weer zeg maar aangepast op de artiest van het originele nummer dat hij gecoverd had. Hij heeft toen namelijk een nieuwe versie gemaakt, of een parodie eigenlijk, op Skyfall van Adele. Oh, ja. Niet heel erg succesvol geworden, maar in plaats van Adele noemde hij zichzelf Frikadel. En het was niet Skyfall, maar Keivol. Het is Keivol. Meteen dat het ietsjes minder was. Mm-hmm. Maar hij is daarna keihard teruggekomen. Want kort na dit nummer ontstond Lamme Frans. Het typetje wat nog steeds bestaat. En dat heel erg succesvol is geweest door de jaren heen. Hij begon ermee dus in 2013 met het nummer Alles in Neem. Vele hits volgden door de jaren heen. En ik heb heel even een klein overzichtje van een paar hoogtepunten van die nummers. En ik denk alles, 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 alles in één. En ga ze bust doorheen. Zingen en te zuipen. Ik ben vandaag zo dronken, zo dronken, zo dronken. Ik ben behoorlijk dronken, zo dronken was ik nooit. Ik heb weer een stuk in mijn kraag. Ik drink het allemaal op vandaag. Zing het hardst en zuip het meest. Want u wist het niet. De zuipschuit, daar komt ie aan. In Bolognese. Ik hou eigenlijk helemaal niet eens van varen. Hé, hey, van varen. Oké, nou, tot zover 1 minuut Lamme Frans. Ja. Ik weet je, echt, ook al hou je niet van carnaval. Ik ben door Lamme Frans meer van carnaval gaan houden. Snap ik. Maar alles zit zo goed in elkaar bij die gast. Die clips en zo, ja. Dat is, vind ik ook heel belangrijk. Want als het dan zo feest is en enigszins misschien plat gevonden kan worden, maak het dan wel goed. Ja. En ja. Dat doet hij zeker goed. In 2019 en 2020 heeft hij ook inmiddels carnavalsmuziek uitgebracht onder weer een andere naam. Namelijk Rob van de Radio. Dat is eigenlijk zijn bijnaam als radio-dj. Ja. Dat is eigenlijk een beetje als zichzelf. In 2019 maakte hij een cover op Sweep Up Cycle van Evomax. En vorig jaar op Memories van Maroon 5. En ja, die klonk zo. Dus zijn vervoersmiddel was kapot, zeg maar. De buurman, u kent hem nog wel. Die trok dus bij mij aan de bel. En die zei, hey, er zit een gat in je caravan. In je caravan zit een gat. Ik zei toen, dat is toch niet waar. Maar toen keek ik er zelf eens naar en wat bleek, ja, er zit een gat in mijn caravan. In mijn caravan, in mijn caravan zit een gat. Ja, hartstikke leuk natuurlijk, maar niet zo succesvol als Lamme Frans. Mijn persoonlijke favoriet van Lamme Frans, en ik denk dat het ook wel zijn grootste hit tot nu toe is, was de carnavalshit die hij vorig jaar uitbracht. Hij pakte de melodie van een nummer van Pavarotti. Ja. Daar zijn we achterom achtergekomen. Ja. En hij maakte textueel zeg maar de grootste mashup van carnavalsnummer alle tijden die je maar kunt bedenken. De videoclip waarin hij ook allemaal typetjes naspeelt van carnavals echt, die is op dit moment op YouTube al meer dan 2,2 miljoen keer bekeken. En vorig jaar, kort na de release van het nummer, won hij al de prijs voor carnavalskraker van het jaar. Nou ja, dit jaar heeft hij helaas geen solo nummer uitgebracht. Natuurlijk wel dat nummer Doorgaan. Ja. Heeft hij ook geregisseerd, dus hij heeft wel iets gedaan. Maar goed, het geeft ons mooi de tijd om nog één keer te genieten van dit pareltje. Handjes, handjes, bloemetjes. Ja. Ik heb een apparaat gekocht, een carnavalsmachine. Hij denkt zelf na. Dat ding, dat schrijft en componeert, hij rijmt ook bovendien. Een superslimme robot, roept papa. Je gooit gewoon dat ding bij elkaar. En voor je het weet, dan is je kraag.
en het bliksemt heel de tent gaat op en neer. Een paard in de gaai is daar. Kneu, mijn neus een natje voor de sfeer. De buurvrouw is maar één vinger lang. Ik moet zuipen aan de haven in het hutje op de hei. En weet je wat de dokter zei? En weet u wat mijn dokter zei? Lieve diertjes, handjes, bloemetjes, gordijn. Ja, handjes, handjes in de boemeltijn. We gaan naar links en door de knieën en naar voren en weer terug. In de polonaise met die handjes in de lucht. Overgaat. Het lijkt wel veel op een andere plaat. De tekst slaat als een drumstel op een fluit. Maar na een meter bier dan maakt daar niemand niks meer uit. En gaan die handjes, handjes, bloemetjes, gordijn. En door de knieën en naar voren en weer terug. In de polonaise met die handjes in je lucht. Handjes, handjes, bloemetjes, gordijn. Handjes, handjes in de boemeltrein. We gaan naar links en door de knieën en naar voren en weer terug. In de polonaise en zwaaien. Ja, la, 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 la. De grommel is nu heen. Ik kom maar binnen. We gaan naar links en door. Ja, doe het gewoon mezelf. Houdoe. Dag. Lauwe Frans. Zometeen gaan we de paardensprong spelen. Zorg ervoor dat je een vierkantje hebt met 6 vakjes daarin. Dit is Chesto. Let's get down, let's get down to business. Ik hoorde het laatste verhaal van een man. Die had onze vorige video gedeeld. En die dacht, nou werd hij multimiljonair. Dat klinkt als muziek in de oren. Ik zeg niet dat het er iets mee te maken heeft, maar ik, ja. Probeer het gewoon. Liken, abonneren, delen met iedereen die je kent. Iedereen. En wie weet, hè?